FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk. Ja, Jan, het was een belangrijke dag vandaag. Ik denk dat jullie dat zelf ook hebben gemerkt natuurlijk aan de supporters en aan jullie zelf. Je wint gewoon lekker met 2-0. Twee doelpunten door jou, matchwinner. Ja, dat is zo. Als je twee keer scoort en je wint 2-0, dan word je automatisch matchwinner. Maar buiten dat ben ik gewoon enorm blij met de overwinning die we echt nodig hebben. En het was een opluchting, ja. Opluchting, maar het ging ook gewoon goed. Niks ging fout, leek het wel. Het was een perfecte middag. Ja, klopt. Vanaf minuut 1 was het duidelijk dat we de overhand hadden. We waren dominant, de supporters erachter. Dus wat dat betreft was het gewoon een hele goede wedstrijd. Weinig kansen weggegeven. Op zich ja, kunnen we met goed gevoel terugkijken. Jullie hebben ze geen kansen gegeven. Dat ligt aan jullie, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben even een moeilijke periode gezeten. We hebben het goed opgepakt. Het is gewoon een goede wedstrijd van onze kant. En dat moeten we gewoon meenemen naar NAC toe. Is het dan nog zo, want de 1-0 is er dan. Dan duurt het heel lang voordat je de 2-0 maakt. Ontiegelijk veel kansen gehad. Speelt dat dan een beetje in het hoofd dat jullie tegen elkaar zeggen, jongens, scherp blijven, we moeten gaan? Ja, tuurlijk. Kijk, 1-0 voorsprong, dat wil nog niks zeggen. Maar die moet je gewoon vasthouden. Ik denk dat we als leeuw hebben gevochten en voor elkaar door het vuur zijn gegaan. En ja, we hebben niet zoveel weggegeven. En we hadden ook nog, eerst al hadden we nog meer kansen. Dus ja, al met al, verdien overwinning. Alles perfect, is dat misschien nog het lesje wat je mee gaat nemen naar de volgende keer? Van hè, die kansen moeten we afmaken. Zijn we wat details wat beter kunnen. Heerenveen begon meer risico te nemen. Dus wij liepen wat meer achteruit. Maar alsnog weinig kansen weggeven. Gewoon dik tevreden eigenlijk. Boven de streep. Ja, dat kan mooi naar de teletext kijken, ja. En volgende week naar Breda, dat wordt een heet potje. Ja, nee, dat is gewoon een enorm belangrijk 6-punten-wedstrijd. Maar we zijn goed begonnen en dit moeten we gewoon vasthouden. FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk.